Goedemorgen, welkom allemaal bij een nieuwe vlog. Je moet even bear with me, want mijn camera is stuk, zoals je in de vorige vlog zag. Ik kan dus niet zien. Ik kan niet zien of die scherp staat, hoe de belichting is. Ik heb geen flauw idee. Maar ik dacht, ik begin met vloggen, want vandaag komt mijn nieuwe vlogcamera. Deze staat al heel lang op mijn lijstje. En ik heb verdiend wat ik bedacht. Ja, deze doet het gewoon. Tenminste, hij doet het nog wel, zoals je ziet. Alleen het scherm niet, dus ik kan niks meer zien. En ja, je kan zeggen, ga hem repareren. Maar dan, ik moet elke week, heb ik natuurlijk, moet ik mijn camera hebben. Dus dat wordt een beetje lastig. Dus ik weet niet hoe die nu filmt. Ik heb geen idee of die überhaupt filmt. Maar goed, ik neem jullie mee. Deze week, of dit weekend. Deze week. Het is allemaal een beetje bijzonder. Niels had vandaag het afscheid van zijn juf, die met zwangerschapsverlof gaat. Maar gisteravond is de corona persconferentie geweest, waarin is gezegd dat kinderen die verkouden zijn, hoesten, et cetera, niet naar school mogen. Nou, Niels is verkouden. Dus die mag niet naar school. Nou, Eden is ook. Eden is echt flink verkouden. Niels is gewoon een beetje, maar ja, daar komen we gewoon niet meer mee weg nu. Wij mogen zelf ook niet meer naar ons werk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat zijn. Sven zou met zijn werk op wintersport zijn. Dat gaat ook niet door. De kinderen gaan wel dit weekend twee nachtjes naar mijn schoonouders. Maar dat is het dan. Dus het wordt gewoon even behelpen, denk ik, de komende tijd. Ik ben heel benieuwd. Dus we gaan het zien. Ik neem jullie mee. Oh, ik word geroepen. Nou, hier ga ik dus doorheen fietsen. Ja, hier een gezellige tuin. Dit is een gezellige tuin. Ik heb net geluncht bij een vriendinnetje. Het was heel gezellig. Ik ben nu heel moe. Maar ik moet wakker blijven. Ik ga vanavond van vroeg naar bed of zo. Want nu komt er een vriendinnetje Elin's oude babykeertje ophalen. Of tenminste, ze zou er volgens mij om 3 uur zijn. Maar het is al 3:50. Nou is zij meestal wat later. Maar nu begin ik toch te twijfelen of we niet een andere tijd hebben afgesproken. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb net even mijn video bewerkt. En de was zit erin, zodat alles gewoon lekker schoon is als de kids terugkomen. En ik hoop dat ze dan geen snottenbellen meer hebben. Maar als ik zo de berichtgeving lees, dan denk ik dat de scholen ook gewoon dicht gaan. Dan maar zien hoe we dat met werken doen. Dus ja, ik ga eventjes, het huis is gewoon aan kant. Dus ik ga eventjes gewoon lekker niksen. Totdat ze komt, ik zal eens kijken. Nou, hij is binnen. Zo benieuwd. Hij komt net binnen, maar het is inmiddels al 4:15. Dus het vriendinnetje zal er zo wel zijn. Want hij kwam dus toch om 4:00, bleek. Maar ik zie er nog niet, dus ik ga heel even, sorry, mijn rode hoofd, omdat ik moe ben. Even snel uitpakken. Ik heb geen idee natuurlijk of jullie dit zien. De Canon PowerShot G7 Mark II. Dus dat is het oudere model. Maar ik ben daar mega blij mee. Volgens mij zit dus dezelfde accu als mijn huidige camera. Wel de zwarte. Ik weet niet of ze überhaupt een andere kleuren hebben. Oh, hij is wel een stukje zwaarder dan mijn huidige, maar ja, een stukje kwaliteit ook, hè. Kijk eens. Ah, ik vind hem wel cool, hoor. Oh, dat scherm gaat... Oh, daar moet ik echt even aan wennen. Dit scherm moet ik zeg maar zo openmaken. Kijk. Oh nee, het kan ook wel. Je moet hem dus een tikje geven en dan omhoog. Oh, dit is het koordje voor eromheen. Dat doe ik toch ook altijd maar. En inderdaad dezelfde accu. Dus die ga ik opladen en dan kan ik er straks mee filmen. Yes! Zo blij mee, jongens. Zo blij mee. En nou is het gewoon eventjes wachten tot vriendinnetje komt. Komt nog iemand iets van Sven ophalen? En die wilde geloof ik eerder komen. Dus, en Sven is natuurlijk niet thuis. Dus ik zei nou prima. En dan ga ik lekker in mijn pyjama zitten. En relaxen. Oké, ik heb nog niks aan de settings gedaan. Dit is mijn eerste moment filmen met de camera. Ik ben aan het koken.
Dus ik moet straks nog even alle settings en zo doen. Maar ik wilde toch eventjes hallo. Want vriendinnetje was net bij mij ook staan onder de afzuigkap. Dat is misschien iets fijn, hè? Vriendinnetje was net bij mij, was super gezellig. Heel mooi bos bloemen gekregen. En ze heeft allemaal babykleertjes gekregen. En heb ik nu nog een zak staan voor een ander vriendinnetje. En ja, ik ben heel benieuwd hoe deze camera doet. Ja, ik ga testen. Ik heb wel het gevoel dat in ieder geval mijn hoofd zichtbaar is en de achtergrond blurry. En dat vind ik al fantastisch. Dus ik ben nu lekker aan het koken. Zoals wat ik altijd eet, die pasta in mijn eentje. Dus met parma ham en parmezaan en kokroom, dan wel sojakokroom. En ja, daar ga ik heerlijk van genieten zo. Ik ga lekker zo mijn huispakkie aandoen. Het is inmiddels 7:30, dus ik moe als een paard. Maar het was echt heel gezellig om mijn vriendinnetje weer even te zien. Met de baby in de buik. Dus ja, nee, heel leuk. En ik ben nu al heel blij met dit beeld. Ik ben heel benieuwd. Heel, heel benieuwd. Mijn man is weer thuis. Nee. Die vindt mijn camera ook heel mooi. Ik ben nog even met de instellingen bezig. Ik zit er nu wat filmpjes over te kijken. Want dat doe je tegenwoordig in plaats van een boekje lezen. Ik weet niet hoe het met jullie zit. En dan gaan we zo. Maar ik zie nu dat ik moet iets met die ISO doen. Met dat licht. Ik weet niet hoe ik dat anders voor elkaar krijg. Moment, ga ik even testen. Nou, dat soort dingen moet ik dus nog even aan werken. Want ik heb nu heb ik iets anders volgens mij verzet. En je zou toch ook iets bovenop moeten doen. Een stuk zoomen. Nou, ik ga er nog eventjes mee spelen. Morgen ga ik nog eventjes mijn gezicht registreren. Want dat kan je dus doen. En dan vindt hij gewoon altijd jouw gezicht zeg maar in de crowd sneller. Dat is vrij geniaal. Volgens mij is hij nu niet scherp, maar kan dus. Ik heb nu ontdekt hoe ik hem lichter en donkerder kan zetten. Maar hij is nu gewoon. En hoe kan ik hem dan focussen? Nou, ik vind het mega fascinerend. Ik ben super blij mee. En ja, ik ga lekker op de bank hangen met Sven. En zie ik jullie morgen weer. Morgen ga ik lekker shoppen met mama. Tenminste, als dat mag met het hele corona gebeuren. Er is nu weer een persconferentie bezig. Maar volgens mij zijn de winkels gewoon open. En verder heb ik nog geen plannen. Ik wilde gewoon lekker rustig aan, omdat ik gewoon nog steeds heel erg moe ben. Ja, als na gebeuren van die longontsteking en de operatie en zo. Dus ik blijf het gewoon lekker rustig aandoen. We moeten nog een aantal dingen voor het huis doen. Misschien willen we ook nog eventjes, weet ik veel, naar iets toe. Maar ik weet niet of dat allemaal helemaal kan dus. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb net even snel zeg maar hangend onder de douche mijn haar gewassen, want ik ga Olaplex doen. Dit is nummer 3 en dit schijnt voor thuis gewoon prima te zijn. Ik heb natuurlijk gewoon, ik heb geen niet geverfd haar zeg maar ik heb natuurlijk gewoon wel blond haar. Dat is ja, kwetsbaar. En ik doe dan wel eens een maskertje, maar ik merk wel dat dit spul wel echt goed is. Ja, dat ga ik weer even doen. Dus dan moet je haar wassen en dan smeer je dat er uitgebreid in. Laat je 10 minuten of langer intrekken. Nou ja, goed. Ain't nobody got time for that. Normally. Laatst heb ik het een keer 's avonds gedaan. Ook prima. Maar nu weet ik de kids er toch niet zijn. Pak ik mijn moment. Maar de vorige keer dat ik dat gebruikte, dacht ik echt wow, daarna. Het was echt super smooth. Niet dat ik smooth haar wil, maar wel dat het in ieder geval niet zo, ja ik weet niet, ik vond het echt heel fijn voelen. Ik heb best wel beschadigd haar denk ik hoor. Ik doe natuurlijk vaak met tangen en zo. Föhn, nou weet je, eigenlijk maar 2 keer per week. Ik doe het niet overdrijven. Ik föhn 2 keer per week en dan denk ik dat ik het hooguit 1 keer per week krul. Ja, er zijn natuurlijk weken dat ik het al een paar keer doe, maar er zijn ook weken dat ik het niet doe. Dus ja, ik heb natuurlijk, omdat ik het niet verf, is het natuurlijk niet heel dramatisch allemaal. Maar een beetje verzorging kan het wel hebben. Meestal doe ik gewoon zo'n 1 minuut masker of zo. Maar soms is dit wel eventjes heerlijk. Zo bizar, ik ben al het corona nieuws. Ik ben ook heel benieuwd als deze vlog online komt hoe het er dan mee staat. Of
het al de situatie al anders is, zeg maar. Nu heeft Amerika de noodtoestand uitgeroepen en zo, is echt. Maar wij in Nederland nog niet, terwijl wij volgens mij veel meer besmettingen hebben. En zeker relatief, denk ik. Maar goed. En ik ben ook heel benieuwd of mama en ik nou gestoord zijn als we vandaag naar de winkel gaan of niet. We gaan het zien. Anders gaan we weer naar huis. Ik ben zo blij met mijn camera, jongens. Ik heb het alleen nog maar op het schermpje gezien, maar dat ziet er echt al fabulous uit. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden trouwens. Laat me weten. Ik wou dat ik jullie zo meteen onder de douche het verschil zou kunnen laten voelen, want het is echt bizar. Nou, dan heb ik ook weer ergens een pukkel. En dan doe ik nog dit. Dit is het Freeman Beautiful Facial Clay Mask Mint Lemon. En als ik een pukkel heb, dan krijgt het al deze treatment. Ah, ik heb echt alleen maar op die hormonale zone. Het gaat nu echt beter worden dan de afgelopen tijd. Maar het is annoying me. Och, ik ben zo heerlijk mee aan het spelen met mijn cameraatje, jongens. Ik heb mijn haar eventjes gekruld. En ik heb nou weer iets veranderd in de settings. Ik weet niet of ik dat nou per se een goed idee vind. Nou, dat voor later. En nu ga ik even kijken wat ik aan ga doen. Ik denk een broek doe, vind ik altijd wel handig. En dan gewoon een trui. Dit is mijn outfit. Hartstikke idee. Let's go. De fiets is al denk ik nog nooit zo leeg gezien. Ik heb deze fantastische broek aan van de Zara. Met flared legs. Leg. Ik vind hem echt helemaal leuk. En ik heb deze trui aan. Met van die pofmoutjes. Ik wil nog even passen met mijn eigen broek. Om te kijken hoe hoog die dan zo komt. Want ik doe niet altijd deze broek eronder. En dan even kijken of die. Hij is vrij kort. Hoe die dan zit. En hieronder zie je mijn horloge trouwens. Maar ik vind het wel leuk met die strakke mouwen. En dan bijt. De bovenkant. Nee, die broek is echt onsum. Dit shirtje is leuk. Het is gewoon een langer shirtje hoor. Maar ik kan er even ingaan in dit rokje. Let niet op mijn extreme width benen. Ik vind het wel leuk. Maar mama vindt het te kort voor werk. De Engelse regel is natuurlijk tot je vinger dipt. Dus deze weet ik nog niet helemaal. Ik dacht gewoon met een dikke maillot en dan laarzen. Dat kon het wel, vond ik. Maar zij vond van niet. Dat las ik, hè? Maar wel leuk. Dus kijk je altijd heel raar aan. Maakt niet uit. We gaan ervoor. We zijn lekker aan het winkelen. We gaan nu even lunchen. Ik moet als paard. Het is 12 uur. We gaan even lunchen. We kunnen genoeg afstand houden. Want er is echt helemaal niemand. Sowieso overal super rustig. Dat is misschien een teken. Wij gaan lekker lunchen. We zijn even in de... Ja. Even in zus trainen krenen. Ik heb natuurlijk zo'n zandloper omgedraaid, dat begrijp je. Ik ook in Nederland. Ja, ik ook. Als het bij je interieur past, dan hè? Ja. Ik heb een shirtje aan bij de Sting. Ik weet niet hoe het hier mouw zit. Elastiekje zit vrij en strak. Verder vind ik hem wel leuk, hij is heel zacht. Dan deze sweater. C'est l'amour staat erop. Dus vind ik eigenlijk wel heel leuk. Gewoon lekker. Gewoon basic. Maar door die pofmouwtjes en die opdruk gewoon net weer even iets meer. En ja, ik vind het gewoon heerlijk als ik met de kids ben. Staat gewoon ook makkelijk overal bij. Mijn mama laat zien. En dan dit shirtje. Heeft een beetje een werkje erin. Weer pofmoutjes. Het is blijkbaar thema. Zwart, denk ik. Lijkt op camera wel een beetje blauw, maar volgens mij is het echt zwart. Vind ik ook leuk. Ik ga zo even dit allemaal opruimen. Maar ik vind het wel bizar. De corona berichtgeving gaat nu wel best wel snel. Dus ik heb nu ook wel het gevoel dat ik nu iets meer thuis ga blijven. Ik ben natuurlijk wel een risicogroep. Met mijn astma en sowieso na die ontsteking. Dus
hoe ik meer tranquilo moet gaan doen. Want mijn man is thuis van de boodschappen. Goed, ook nog even tussendoor. Maar ja, wat ik... nou, nu ik weer een nieuw bericht zie en zo, denk ik ook, ja... Gewoon even iets voorzichtiger doen. Ik was sowieso, ben ik natuurlijk, omdat ik een risicogroep ben, was ik al voorzichtiger. En mijn ouders zijn ook niet meer de jongste. Dus ik ben al sowieso erg van handen wassen en dat soort dingen. En dus ook net, weet je, in de stad, zorg echt wel dat je afstand houdt van mensen. We hebben vaak onze handen gewassen. Gezorgd dat we nergens aan hebben gezeten met onze handen, weet je, dat soort dingen. Maar ja, het blijft toch, ja, lastige afweging. Want ja, we hebben verder geen symptomen, maar je weet natuurlijk nooit, ja, je weet gewoon nooit wie je tegenkomt of zo, ik weet het niet. Maar ja, ik weet niet, je hoort nu toch steeds meer berichten. Ik denk, ja, we moeten toch even, ja, toch even extra careful zijn of zo. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe lang de kids naar school kunnen. Ik heb geen idee, Niels heb ik dus vrijdag thuis gehouden omdat hij verkouden was. Maar ja, ik ben heel benieuwd. En Elin is ook verkouden. En dan krijg ik allemaal berichtjes of van vriendjes die met Niels willen spelen. Denk, ja, moet je dat dan doen of niet? Vraag het van wie is bol. Ik ben heel benieuwd en wel heel jammer, want het kan dus niet... Ja, niet dat ik naar het Vondelpark zou gaan, maar dat kan dus niet doorgaan. Dat is natuurlijk voor het programma wel super jammer, maar wel heel goed dat ze dat doen. Het is een bijzondere tijd. Wij gaan Wie is Mol kijken. Ik ben zo benieuwd. En ik heb even een kaasplankje uit de verpakking weten te krijgen. Dus dat gaan we lekker eten. Dat was de workout dan. Het is zondagochtend. Goedemorgen. Vandaag is weer een spoedenbad over de scholen. Het zou mij niet verbazen als de scholen dicht blijven morgen. Ik heb iets gedaan met de instellingen. Ik weet niet wat. Dit is niet. Dit laat ik maar zo. Ik heb net even gesport. Ik doe altijd op YouTube dingen. Ik vind... Ik heb het wel vaker volgens mij gezegd, maar van Cosmo Body doe ik vaak, hoe heet ze? Astrid McQuire heet ze volgens mij, die mevrouw. Even kijken hoor. Hoe heet deze mevrouw? Kun je dat vertellen? Nou, het staat er niet bij, maar volgens mij heet ze zo, Astrid McQuire. En ik doe vaak van Bailey Brown 5-minute workouts en van FitSugar. Dus dat. En nu... Oh, dit is mooi. Nu ga ik douchen. Ik heb voor Ultime Shake weer eens dit MAC paletje met gewoon zelf samengestelde oogschaduws gebruikt. En want ik had zin in een peachy oogschaduw, dus dat zie je eigenlijk bijna niet. Maar het is meer gewoon een soort peachy glow. Nou, we hebben vandaag natuurlijk geen plannen, want binnen blijven. Of nou, niet binnen blijven, maar niet echt ergens heen, zeg maar, idee vanwege corona. Maar een collegaatje van mij is hoogzwanger en zij of haar man zou het de maxicosi van Elin zeg maar opkomen halen ergens van de week, zodat zij die kan overnemen van mij. Ik heb hem ook van een collegaatje gekregen, een ander collegaatje, en nu gaat hij door naar haar. Dus we geven gewoon lekker aan elkaar door. Maar goed, ze zei ja, weet je, hij kan natuurlijk niet, hij gaat ook niet meer naar zijn werk, dus kunnen we hem dan straks even komen ophalen, nou, dat is prima. Maar dan heb je dus meteen zo'n heel ongemakkelijk moment, want je wil natuurlijk gastvrij zijn en iemand binnenlaten en een bakje thee en weet ik veel, maar ja, geloof niet dat dat de bedoeling is. Maar dat is best wel raar en ook van, bijvoorbeeld toen ik vrijdag mijn beste vriendje zag, die overigens ook
zwanger is. Ongeveer tegelijk volgens mij uitgerekend zelfs. Toen is het ook van ja, normaal geven we elkaar een dikke knuffel en een kus. Maar ja, dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Dus dan hebben we een soort van skybox gedaan. En ja, allemaal zwangere mensen heb ik gezien. Want vrijdagmiddag was dus een ander vriendinnetje bij mij voor die babykleertjes. Ook zwanger. En ook zo van, het is zo ongemakkelijk. Maar nu, maar met hem, wij hebben gewoon, van tevoren hebben wij afgesproken. Oké, weet je, we gaan gewoon ongemakkelijk groeten en dat is het. Maar ja, met dit collegaatje denk ik weer van, ja, moeten we dat dan ook, zeg maar, appen van tevoren of zo. Het maakt hele ongemakkelijke sociale situaties, zeg maar. Ja, want eigenlijk zou je zeggen, ja, dus ook niet naar binnen. En, maar ik weet niet of zij dat ook denkt. Of dat ze dan echt denkt van, oké, deze vrouw is echt heel raar. Dus het is heel, heel raar. Ja, ik weet niet. Maar goed, dat gaan we straks, wel zien. Ik ga nu even opruimen, dan gaan we aan het huis. Want daar moeten we een aantal keuzes weer maken, want er komen weer deadlines aan. Dus dat gaan we doen. Oh, wat wil ik in het huispak. Yes, yes. Dat is natuurlijk het grote voordeel van het hele gebeuren. Dat je gewoon de hele dag in je huispak kan zitten. Ik zal me af en toe nog wel leuk aankleden. Omdat ik de hele dag als maaflodder rondloop. Ja, nee, dus we gaan zo even aan het huis. En dan weet ik niet. Ik heb geen idee, laat de kids terugkomen. Maar we willen eigenlijk even kijken ook met de persconferentie. Want er komt weer een persconferentie over de scholen. Dus als ze nou toch besluiten dat ze morgen dicht gaan, dan zou het wel heel fijn zijn als ze morgen nog bij mijn schoonouders kunnen blijven. Zodat we morgen in ieder geval gewoon kunnen werken. Ja, en dan kan je je daarna voorbereiden op dat je dus gewoon minder kan gaan werken. Maar dan kan je in ieder geval een hoop nog even wegwerken. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Het is een bijzondere situatie. We hebben net geluncht en we hebben even met mijn schoonouders, er komt zo meteen, of wat is het, de kamer zit nu in overleg over de scholen. Ik verwacht dat ze gaan zeggen dat ze toch dicht gaan. Maar we hebben afgesproken dat we even contact houden, want als ze dicht gaan dan kunnen de kids nog een dagje daar blijven, zodat wij in ieder geval morgen goed kunnen werken. Maar ik lees dus nu zo'n liveblog nog even te bekijken. Vechtpartij om toiletpapier in de Albert Heijn, dat is zo niet normaal. Kijk even Sven aan Amstelveen. En nu druk bezig met het huis over wandcontactdozen en dat soort spectaculaire dingen. Maar het schiet wel op zo, zonder kinderen. Zonder kinderen kan je slagen maken. Dus dat is fijn. En ik zag dat ik ook nog niet alles in mijn opslagsysteem had zitten, dus dat ga ik ook nog eventjes doen. Ik heb net geluncht met een boeddhabol en kaasuibol. Dus een combinatie van iets minder gezond en gezond. Nou, het lijkt er erg op dat de scholen nog dat die dicht gaan morgen. Maar het besluit wordt pas laat genomen en Elin is sowieso verkouden. Dus we hebben besloten dat de kids, omdat het kon, nog een nachtje bij mijn schoonouders blijven. Dus dat is echt fantastisch. Dus dat betekent dat wij in ieder geval morgen even kunnen knallen voor werk. En dan kunnen we daarna, nou in principe zijn dinsdag en woensdag mijn ouders er. Maar ja, ik weet ook niet of dat mag. Dat soort dingen zijn allemaal best wel de vraag. Sorry, ik heb net de trap opgerend. En ik ben dus nog steeds best wel benauwd. Maar dat heeft niet zoveel te maken met corona. Maar meer met de longontsteking die ik gehad heb. Een tijdje geleden. Maar goed, een collegaatje heeft de maxicoosje opgehaald. En ik ben bezig met onze soort van technische ruimte. Daar hebben wij wel wat ideeën voor. We willen eigenlijk alle apparaten wegwerken. En we willen dan een soort werkblad over de wasmachine en zo heen. Maar ik wil daarnaast eigenlijk ook een wastafel. Want sowieso hebben we een wastafel nodig vanwege de droger. Want we hebben zo'n, weet ik veel, condenser. Of in ieder geval zo'n ding wat je leeg moet gooien. Dan wilde ik niet zo'n keukenwastafel of zo erin. Maar gewoon even een leuk iets. Want dat zit naast de kamer waar Elin in komt. En dan dacht ik, dan heeft zij gewoon haar eigen wastafeltje. Met het oog op de toekomst is dat ook wel handig, want ik had vroeger zelf ook een wastafel op mijn kamer. Dat was toch best wel makkelijk in de ochtendspits, dat niet iedereen in één badkamer hoeft te zijn. Dus ik dacht, als we daar toch een wastafel nodig hebben, dan wil ik daar gewoon een leuk, ja, iets van IKEA. Ik zat een beetje te kijken wat voor smaken ze hebben, maar gewoon iets kleins. Kijk, gewoon zoiets dan alleen het kastje en de spiegel, niet die kast ernaast. En ondertussen ben ik dan een planner aan het maken, maar dit is dan weer zeg maar de keuken, want ik heb natuurlijk keukenkastje en zo gebruikt. Ja, dit klopt niet, maar dit worden gewoon kasten aan elkaar. Maar goed, dat maakt even niet uit. En dan wil ik dus hier
hier de dat wastafel, maar dat kan ik dus weer niet in deze, in deze planner doen. Dus dat is weer een beetje onhandig. Sven die is boodschappen doen en die zei dat echt alles leeggeroofd was. Er waren geen paprika's, geen bloemkool, helemaal niks meer. Dus hij is nu naar een andere winkel om te kijken of ze daar nog wat hebben. Want hij moet nog eten voor vanavond hebben. Yes! Nou goed, dat dus. En zo houden we ons lekker bezig. Nou, inmiddels is duidelijk dat de scholen dicht gaan. Dus dat betekent dat Niels hier naar school gaat. Maar inmiddels is ook duidelijk dat de kinderdagverblijven dicht gaan. Dat hadden ze geloof ik nog niet verwacht. Maar dat gaan ze nu wel doen. Wat ik wel heel goed vind is dat ze voor... Even zitten, moet ik het bed opmaken. Wat ik wel heel goed vind is dat ze hebben besloten het voor zeg maar het personeel wat echt nodig is. Hè, zoals mensen in de zorg, zodat die wel gewoon hun kindjes naar de opvang zo kunnen brengen. Dus dat vind ik wel heel goed. Ik weet niet hoe ze dat met scholen gaan doen eigenlijk. Dus ja, dat betekent dat we de komende tijd thuis zijn met de kids. Wat ik zelf nog heel ingewikkeld vind is of dan mijn ouders wel kunnen oppassen. Want ja, volgens mij moet je dat dan ook niet doen. Of kan dat wel? Omdat wij dan alleen zeg maar met mijn ouders en ik, want verder hebben we natuurlijk geen sociaal contact zeg maar. Maar kan dat dan wel? Omdat we dan in dit cirkeltje blijven? Ik weet het niet. En Sven zei het ook, we moeten even opletten met de boodschappen. Want hij is nu dan vandaag en gisteren naar de Albert Heijn geweest. Niet dat daar iets te koop was, maar wij bestellen altijd weekboodschappen. Maar ja, we moeten dus even opletten dat we nu ook gewoon voor lunch en zo dingetjes in huis hebben. Maar dat we niet steeds naar de winkel hoeven. Dat we het gewoon in één keer doen en dan klaar, weet je wel. Dat je gewoon probeert. Ja, dan zie je van die beelden van mensen die gewoon gaan feesten en zo. Ja. Ongelooflijk. En dan denk ik ook. Waarom zou je het riskeren? Niet eens zozeer voor jezelf, want dat is je eigen keuze. Maar voor zeg maar alle mensen om je heen en verder, zeg maar. Ja, en nu denk ik, in hindsight, dan had ik zaterdag ook niet naar de stad gemoeten. Maar ja, op dat moment was dat bericht er niet. En dachten wij, dat kan gewoon. Want anders, als dat bericht was geweest, waren we dat natuurlijk nooit gaan doen. En dan ben ik ook meteen... Ik ben helemaal niet hyperhonder. Maar ik moest dus net dat autostoeltje aan die collega geven. En die is hoogzwanger. Dus ik zei, joh, ik til hem wel even in de auto. Want ja, ik kan het daar natuurlijk niet laten doen. Toen ik daarna weer de trap op, dacht ik, oh, maar ik was alweer benauwd. Nou, dat kan gewoon botte pech zijn natuurlijk. Of was ik al zo benauwd, alleen heb ik het even niet meer doorgegeven dat ik veel binnen ben geweest. Of begin dan ook over te twijfelen. Rare tijd. Het wordt een spectaculaire vlog de komende tijd. Ja, en ook over jouw homeschooling. Kijk, Niels is natuurlijk echt nog kleuter. Dus dat is natuurlijk minder relevant voor kinderen die in groep 5, 6, 7, 8. Dat is natuurlijk echt wel anders. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit... Ja, en ik hoop gewoon heel erg dat ze het snel in de kiem kunnen smoren. En, maar ja, het groeit zo hard. Goedemorgen, het is maandagochtend. Een hele rare maandagochtend, want we gaan dus nergens heen. Nou, net op het moment dat ik mijn filmpje wilde afsluiten, was mijn camera leeg. We zijn een paar uur verder. Het is home office, gezellig. Ik zit hier, Sven staat aan de bar. Hartstikke top. De kindjes komen straks naar huis. Dan gaan we het allemaal maar zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe video. En... ja, ik ben benieuwd wat er te beleven valt volgende week. Maar ik neem jullie in ieder geval mee. Bedankt voor het kijken. Doeg!